VHP-parlementariër Deo Charman heeft zijn misnoegen geuit over het beleid van Basokaarten. Tijdens een openbare vergadering gisteren in de Nationale Assemblée haalde hij aan dat na bijkans 2 jaren het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting niet in staat blijkt te zijn richting te geven aan deze dienstverlening. Laat me dat Baso-probleem inderdaad verder onderbouwen, voorzitter. Dat ik het schandalig vind dat na bijkans 2 jaar het ministerie van Sociale Zaken bleek niet in staat te zijn op richtige wijze, op gedecentraliseerde wijze, het Baso-onderzoek en distributie en selectie en alles te kunnen doen. Ik ga je zeggen, ik ga de regering vragen en ik ga me daarvoor ook beijveren om die Baso-wet op de operatietafel te leggen. En ik ga voorstellen dat die wet wordt gebracht naar het ministerie van Volksgezondheid, die waarschijnlijk met meer slagvaardigheid en meer efficiëntie kan werken om inderdaad die arme mensen die meneer Jogi aangeeft te voorzien in de kaarten. Want dit mag niet zo zijn, voorzitter, dat hier, en ik krijg informatie vanuit Nikeri, dat staatsadviseurs in Nikeri bezig zijn te registreren wie een Baso-kaart wil hebben. En die kaarten worden uitgeprint in Paramaribo en gedistribueerd in Nikeri. Dat is de situatie. En ik hoef u niet te vertellen dat het verbonden is aan partijpolitiek. Dit is onmogelijk onkan, voorzitter. En dit gaat verkeerde proporties aannemen als wij als Nationale Assemblée niet gaan optreden. Ik roep de regering op deze zaken serieus aan te pakken. Gelooft u mij, als eenmaal de hek over de dam is, gaan we het niet kunnen controleren. En ik wil ervoor waken in de Nationale Assemblée oproepen om deze zaak serieus te volgen. Laat Baso niet een politiek instrument worden, welke kant het nu wel op gaat. Ook zijn collega Mahinder Yogi is het ermee eens dat het beleid met betrekking tot de Baso-kaarten onder een vergrootglas moet. En het volk, voorzitter, heeft problemen. En wij vragen via u, voorzitter, aan de regering, maar zeker aan de minister, voorzitter, van Sociale Zaken, om het beleid met betrekking tot de Baso-kaarten onder een vergrootglas te plaatsen. Voorzitter, grote delen van de samenleving zijn ontevreden over de wijze waarop mensen tegemoet wordt gekomen, voorzitter, aan een Baso-kaart. Er is armoede. Voorzitter, de grenzen moeten bekeken worden. Wat zijn de nieuwe issues, termen, voorzitter, criteria waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen? En laat het geen politiek instrument worden, voorzitter. Maar laten we de arme mensen die een kaart nodig hebben, die mensen helpen. Laten we al de mensen in de districten, in het binnenland, de kantoren, de ambtenaren, voorzitter, uitrusten met kennis en vaardigheden, maar ook met nieuwe instructies, voorzitter. Na een opmerking van Charman werd het rumoerig in de zaal. En nadat voorzitter B. meerdere assembleeleden zonder succes tot orde riep, besloot hij de vergadering te verdagen naar aanstaande dinsdag.